Nou ja, je ziet dus dat hij ook aardig wat haren heeft. Het is ook wel belangrijk om die regelmatig te kammen. Om zo min mogelijk rommel in huis te hebben. Even kijken. Dan hebben we hier iemand die is gekomen. Uit de rasgroep van de terriers hebben we Dutch. Die mag een beetje aan de kant gaan staan. Even. Hebben we Dutch. Dat is een Engelse Staffordshire terrier. Het is een oud Engels ras. En ontstaan uit kruisingen tussen bulldog en terriers. Om te worden ingezet bij hondengevechten. En gevechten tussen stieren en honden. Het is zo dat toen de gevechtsport heel erg populair was. Daarvan hebben deze honden dit moment soms ook nog wel een slechte naam. Dat is natuurlijk erg vervelend, want het zijn gewoon hele fox terrier. Het is zo dat deze honden hebben gewoon echt wel kwispel. Regelmatig getrimd worden. Je kan het zelf doen, je kan ze naar een trimsalon brengen. Ze zijn heel alert, zelfverzekerd en waard. Soms wel vertrouwen naar vreemden, maar voornamelijk vrolijk, trouw en heel aanhankelijk. Dan hebben we daarna de tekkels, dat is de vierde rasgroep. Even kijken naar de tekkels zijn gebleven. Ja, dit hebben we gezien al. Zo dan. Ah, daar komen ze. Dat zijn Chocola en Twix. Je hebt ze in verschillende groottes, de tekkels. Je hebt de stopmaak, dat zijn de grootste. Je hebt de dwergen en de kanieven. Ze zijn vooral... De gebitsruimte is hier zo. Kijk. Hier ligt een mooi schedeltje. Zo. Hé, dat zou mijn... Dat zou mijn tanden wel eens kunnen zijn. Even kijken hoor. Ja, zie je wel. Dat zijn de mijnen. Dikke maar nog aan toe. Nou, ik loop hier in de ruimte van het diermedisch centrum. En ze zijn hele mooie vangen. Vanavond moet je ook gezellig bij de mensen in de tent komen, omdat ze zo lekker wollig gevacht hebben om ze warm te houden. Deze zijn ook kleine hondjes. Oh, gewoon nou toch eens. Knuffelhoek, niet optillen. Oh, kijk nou, hallo. Hallo, ja. Kijk eens, wat een schatjes. Ja. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Dat is lekker hier zo, hè? Kijk nou toch eens, joh, wat een vrolijkheid. Hé? En ben jij de mama ervan? Lijkt wel op, hè? Ja? Je bent ook mooi, hoor. Nou, mooi lekker muziekje erbij, hoor eens, hé. Zo. Nou, oh. Je kunt overal kan je kijken. Super, hebben ze mooi gedaan. Dit is de wassalon. Waar de hondjes getrimd en gewassen worden. En natuurlijk nog veel meer. Nou. Lopen we hier weer even uit. Er is ook weer een behandelkamer hier zo. Ze hebben echt hier heel veel verschillende soorten kamers hebben ze hier zo. Echt mooi hoor. Hij wil echt heel erg. Hier komen we, kijk, alles gaat ook gewoon door. Er is Ronald, die zwaait naar me. Oh, die zit daar met zijn stand. Nou. Hier staan ook nog wat dames bij de stand. Verboden toegang. Zak het erop wagen? Nee, ik doe het niet. Hier is het soort van laboratorium. Hier wordt de cyclus van een vlow. Ik ga even kijken. Wauw.
ga het even kijken of het... Nou, dat kan je niet filmen, denk ik. Dat zou wel heel mooi zijn. Oh, wacht even. Zo. Wacht hoor. Even een beetje zo doen. Gewoon niet mee. Ja, je hebt hem een beetje. Mooi, hè? Geen toegang. Nou, dit is... mooi. Daar wat voor. Oké. Allerlei attributen. Mooie poging, helaas, jammer. Het is vier polders tegen Rokanje. Ik sta in de eerste helft, 36e minuut. Het is nog steeds 0-0 en het is een spannende wedstrijd. Er moet een winnaar uitkomen. Later. Nou, 1-0 voor vier polders. En dan wordt natuurlijk prachtig mooi vuurwerk gelijk afgestoken. Ja, dat vindt hij niet leuk. Hey, doe eens normaal, joh, met dat vuurwerk. Ik voor mezelf, joh. Ga naar huis met het vuur. Vier polders gewonnen. Geweldig. Met 3-0 tegen Rokanje. In de jaren 50 in die oude zwart-wit show in Amerika dat Jackie Gleason gemaakt werd. Later zijn in latere series Sjoerd Plezier en Cox natuurlijk hun eigen scripts gaan schrijven, nieuwe verhalen gaan bedenken voor de show. Maar ook de muziek die ze gebruiken, toen was Geluk Heel Gewoon, kwam ook uit die show van Jackie Gleason. Dus daarom klinkt die muziek ons zo. See all you guys in here. I think it's more people than actually fit in this room, so this makes me even more happy. I'm Christian from Best for Germany, and we are sponsor of the event since the very first minute. And it's the fifth year. It was a great event, I think, for everybody. It was a great spirit, and everybody was so relaxed, and it was like a great crowd, and everybody's just good friends. No matter if it's street fishing, boat fishing, whatever. We are all anglers and it's great to come to this place in Helvoetsluis. Iron boats. They never destroy. They even if they are underwater for 2 years, you can still use them. Is somebody still owning like this real old iron fishing boats here? Nobody? It's amazing. And this morning I was out on the water with you.
thought, this is incredible. It's innovative, it's passion. The best people, your heroes already, I can see what... Thank you very much. Thank you. Surprising. Oh, yes. Right. Yeah, Mika, yeah. Hey, watch out, Mika, there's wine here as well. Yeah, you drink some water. Yeah, he reckons. Thank you very much. Okay, congratulations. Well done, well done. Thank you. Yeah. A lot of practice and sleep and. Sleeping's cheaping. Anyway, look, very well done. Really pleased for you. And you've got absolutely loads of prizes. Fortunately, you don't have too far to go. Is het team uit de Hellevoetsluis wat prijs heb gewonnen? Absolutely loads. Yes, yeah, Mirabel, yeah, you need to meet all the sponsors and all of you, the anglers. As you know, last year my father passed away. Okay, thank you so much. So, without further ado, it's a team from Germany representing Westin, Enrico de Ventura and Frank Busman. Can they come forward? Dit zijn de winnaars van de Westbury. Du hast so weiße Zähne, Enrico. Das ist aber nur, weil ich so braun bin. Let's have a big cheer, guys. Go on, lift it right up. Go on. Yeah. Yeah.